bal richting Mahi. Krijgt hem op zijn rug. Er is aansluiting. Jesper Drost. En hier is het eerste wapenfeit van Leeds Doan. Boudenberg. Zeneli, Reza in positie. Torsby is daar ook. Dus goed gespeeld door Zeneli. En hier komt Dumfries nog. Hij raakt de bal niet vol, maar hij zit er wel in. En de vlag voor buitenspel gaat niet omhoog. Dus telt het doelpunt. Het doelpunt van Morten Torsby. 0-1. Bij Groningen wordt aan buitenspel gedacht. Maar het doelpunt staat. En hier is nog eens goed te zien dat er geen sprake is van buitenspel voor Torsby. Eerste van het seizoen voor Torsby. En wat is er aan de hand met Warner Haan? Want daar is de bal toch nog niet in de buurt geweest. Ja, bij dat schot van Doan ging hij naar de hoek. Hier nog eens eigenlijk het enige wapenfeit van FC Groningen. Dan moet hij daar toch ongelukkig zijn terechtgekomen, Haan. Sneu voor de nieuwe keeper van Heerenveen. En Van der Steen mag het gaan laten zien. De ene debutant voor de andere bij Heerenveen. Veldwijk klaarleggen. Mahi uit de draai. Ja, het kan. Maar een goede redding van de invallerdoelman Wouter van der Steen. Schaars is helemaal vrij. Vraagt om de bal. Krijgt hem ook. Stijn Schaars. Woudenberg. Goede aanval van Heerenveen. En daar is bijna Torsby met zijn tweede. Groningen ontsnapt. En Reinen krijgt de bal nu weg. Jensen, De Noor, Mahi. Houdt Woudenberg bezig. En Veldwijk met de kans. Nog een kans. Het gevaarlijkste moment van FC Groningen. En een uitstekende mogelijkheid voor Veldwijk om gelijk te maken. Goed, Bakuna. Ødegaard. Wat een vrijheid voor Dumfries. En 2-0. Daar is Reza. Heerenveen is slagvaardiger dan FC Groningen. Weer is het voorbereidende werk eigenlijk van Dumfries. Lastig te zien voor de assistent. Het ruikt wel naar buitenspel. Extra tijd gaat in. Kobayashi. Zeneli. Scherp, maar wel bijna 0-3. En nu laten de supporters van FC Groningen toch wel hun onvrede merken. Reinen. Mahi. Knap. Mahi. Brengt in ieder geval wat teweeg en dwingt Wouter van der Steen tot deze redding. Overtreding Reinen. Van Boekel laat het gaan. Drost vastgepakt door Dumfries. Toch is hier Veldwijk. Veldwijk, nu zijn kans. Veldwijk, nu zijn goal. Lars Veldwijk. En Groningen is terug in de wedstrijd. Heerlijke actie van de spits. En dit is ijzersterk. Zwak verdedigd door Heu. Van Aken kan het niet corrigeren. En Veldwijk is hier zeer trefzeker. Mahi biedt zich aan. Van Aken zit ernaast. En dan is dit niets, zegt Van Boekel. Geen penalty voor Mimoun Mahi. Van Aken is eigenlijk uitgespeeld hier. En houdt zijn shirt vast. Dit is een 100% penalty. Warmerdam. Django Warmerdam. Hier komt Bakuna. Wat een knal. Hoe lang houdt Heerenveen dit nog vol? Want de druk is er telkens weer. Goed gepakt van der Steen. Hier gaat Ødegaard.
Nu met de kans om het te beslissen. Eudegaard, pad redt. Maar daar is Torsby nog. En Torsby raakt de buitenkant van de paal. Lekkere actie van Eudegaard. Mooie redding van Pat. Dan heeft Torsby de kans om het af te maken. Counter van Heerenveen dreigt. Bakuna krijgt een schop van Reza. Drost. Strafschopgebied in. Overtreding, penalty. Nu krijgt Groningen de strafschop wel. Nu gaat de bal op 11 meter. Daar komt de voet van Woudenberg. En Drost denkt, daar ga ik overheen. Het is een penalty. Mahi. 2-2. En het is verdiend op basis van de tweede helft. Nog een schaars. Bal gespeeld ten opzichte van Weert. Hier gaat Rogas. 86e minuut. In een heerlijke wedstrijd. Torsby. 2-3. En of het een heerlijke wedstrijd is. Torsby maakt zijn tweede. Prachtig overstapje, hakje van Veerman dat perfect past. Met het nodige geluk. En Torsby die het afrondt. Bakuna. Hier is invaller tot Kane. Niet echt volgeraakt, maar toch de kans. En dan komt er weer een strafschop. Er is vastgehouden, zo geeft Van Boekel aan. Veldwijk voelt het. En de bal gaat opnieuw op 11 meter. Schaars is het er absoluut niet mee eens. Maar Van Boekel vindt het een strafschop. En daar kan ik me wel in vinden. 88e minuut, hij zit er weer in. 3-3. En ook Mahi maakt zijn tweede. Kieselhard ingeschoten door Mahi. En na iets meer dan 93 minuten voetbal staat er dus 3-3 op het scorebord bij Groningen-Heerenveen. Een prachtige opening van het seizoen. Al zal Jurgen Streppel met zijn Heerenveen toch balen van een gelijkspel.